Please be seated. I hereby open the combined public meeting of the examination committees for business information systems, embedded systems, computer science and engineering, and industrial and applied mathematics. My name is Johan Lukien, and I'm the Dean of the Department of Mathematics and Computer Science. It's a pleasure to welcome you and the candidates to this graduation event. We are, as departments, proud that today 17 students, our students here, they will receive the degree of Master of Science. Some students followed the joint program. The Embedded Systems Master's Program is a joint program with the Department of Electrical Engineering, and the Business Information Systems Master Program is a joint program with the Department of Industrial Engineering and Information Sciences. We offered the students a rich variety of advanced courses given by excellent teachers. They also did a challenging graduation project. We think they are well prepared for their careers. Some continue in science, some go to industry, and some start their own business. I sincerely hope that you enjoyed our university and the program that you followed. The Examination Committee for Business Information System has assessed the work of the following candidates: Dennis van der Koevering, Rachid de Graaf, and Jelle Dikker. The Examination Committee for Computer Science and Engineering has assessed the work of the following candidates: Mikhail Kapsalakis, Yassid Maan, Guido Mak, Kasio Ning, Jeroen van der Ven, Perry van Wezel en Mark Kraan. The Examination Committee for Embedded Systems has assessed the work of the following candidates: Claudia George Ilienko, Vineet Singh, Olaf Bunte en Sritam Paltasing. The Examination Committee for Industrial and Applied Mathematics has assessed the work of the following candidates: Alessandro Gualdi en Jasper Landa. Ladies and gentlemen, candidates, Masters of Science, I'm pleased to say that you all have passed your examinations and will therefore receive your diploma shortly. That entitles you to the title Master of Science or the Dutch Ingenieur. Next, the graduation advisors of the candidate will hand over the diploma along with a short speech. I will not further introduce them. Their names will be on the screen, and the ceremony will continue in this way. And with that, I would like to call the first speaker and the first candidate. Geachte ingenieur van de Koevering, beste Dennis, van harte gefeliciteerd met behalen van jouw Master of Science diploma in Business Information Systems. Wij hebben elkaar ruim een jaar geleden, in oktober 2016, voor het eerst ontmoet, als ik het me goed herinner. En jij was toen op zoek naar een mentor en een leuke afstudeeropdracht. En je had interesse in het gebied van e-health en informatiesystemen in de gezondheidszorg. Nou, wij zijn toen samen gaan brainstormen en op zoek gegaan naar leuke contacten in met name ziekenhuizen, want we dachten dat daar een leuke opdracht te vinden was. En dat had wat voeten in de aarde om zo'n geschikte opdracht te vinden. Je hebt bijvoorbeeld met heel veel partijen gesproken op verschillende plekken in Nederland, van Amsterdam tot Maastricht. Maar uiteindelijk ben je aan een leuke uitdagende opdracht in het MUMC in Maastricht gekomen. In die opdracht kreeg je ook veel ruimte voor jouw eigen invulling en dat was perfect voor jou, denk ik. Je hebt in Maastricht geholpen met het vormgeven van de polykliniek van de toekomst, zoals zij dat noemen, waarin in het MUMC een groot deel van de 34 polyklinieken die zij hebben samengevoegd worden, processen gestroomlijnd worden en informatie gedeeld wordt en dat eigenlijk één groot bedrijf moet worden. Jij hebt met hen meegedacht hoe ze die processen over de verschillende polyklinieken heen zouden kunnen stroomlijnen en standaardiseren en hoe ze dat ook weer met informatietechnologie zouden kunnen ondersteunen. En je hebt zelfs met één van die polyklinieken als voorbeeld of als uitwerking een flexibel workflow systeem gemaakt waarin dat nieuwe gestandardiseerde proces met de ruimte die de polykliniek daar nog in nodig had om eigen invulling aan te geven hoe je dat zou kunnen ondersteunen met zo'n workflow systeem. En dat prototype hebben we ook nog eens in de praktijk getest en geëvalueerd met de artsen en de verpleegkundigen en alle andere staf in het ziekenhuis. Dus dat was een groot project met mooie resultaten ook.
Nou, het begin ging iets stroever, of in ieder geval, het was lastig om het project te definiëren, dat kun je nog wel herinneren. We hebben een aantal brainstormsessies met Maastricht gehad en ook samen gezeten om de lijnen uit te zetten. Er kwamen toen 3 verschillende hoofdlijnen uit en uiteindelijk is het er eentje geworden waar jij helemaal je ei in kwijt kon, wat mij betreft. Ik heb je daarin ook leren kennen als een zelfstandig werker, toen dat eenmaal duidelijk was, als een doorzetter, want je hebt niet zomaar opgegeven. Een harde werker, een professional die zijn afspraken nakomt en iemand die heel graag samenwerkt in een team en ideeën uitwisselt. Je was heel snel thuis in die nieuwe omgeving in het ziekenhuis. Dat was je natuurlijk niet gewend, maar je sprak al heel snel het jargon van de mensen daar en kon het heel goed met hen vinden. Dus het was voor alle partijen, voor mij, maar ook voor het ziekenhuis, heel prettig met jou samenwerken. De begeleiders van het ziekenhuis geven aan dat jouw resultaten in de toekomst, of misschien nu al in deze maanden, gebruikt worden om die polykliniek van de toekomst verder uit te werken. En ze gaven ook aan dat ze absoluut meer mensen zoals jij nodig hebben die de brug kunnen slaan tussen business en IT. En ik denk dat dat mij als begeleider nog wel het meest trots maakt. Dat je echt in die 6 maanden van je project hebt laten zien wat een business information systems engineer, waard is in de praktijk. Nou, al met al denk ik dat je met deze achtergrond, ben ik er zeker van dat je met deze achtergrond en deze mooie resultaten en jouw eigenschappen een hele mooie carrière tegemoet gaat. En daarbij wil ik je heel veel succes en heel veel plezier wensen. Nogmaals gefeliciteerd. Beste Rachid, ik weet niet of jij mij kent. Ik kan me jou niet heel goed herinneren, misschien van een van de vakken. Jouw eigen begeleider, Anna Wilbeek, kon helaas niet hier zijn vandaag. Maar ze heeft mij wel een paar woorden op papier gegeven. En die mag ik nu aan jou voorlezen. Dear Rachid, congratulations. Today you receive your master's degree, a result of several years of hard work. I'm sorry I can't be here. Unfortunately, I planned my Christmas holidays earlier. I still can remember the first time we met. An enthusiastic pre-master student willing to do a research project. At that time, it didn't work out. You took too many things on your shoulders. But then we met again, after almost 2 years. And we both took the risk of trusting each other again. Your project was about evaluating the performance based on the stakeholders' letters. And of course, I wanted you to think out of the box and leave your comfort zone. We even had a deal. You work hard for a week on the idea, and if it doesn't work out, I give up. And you managed. I knew you could do it. Once again, congratulations on your graduation, Anna. So. Thank you. Helen, congratulations. I was part of your assessment committee. I didn't work too much with you, but I helped, I think, a little bit at the end. Here, for you, your supervisor, Jinchuan Zhang, she wrote us kind of a speech, so I'd like to read this to you right now. Yele's thesis was about designing balanced recommendation systems for online retail. The developed recommendation system has 2 objectives. It should satisfy the need of customers by presenting them accurately the items they like, but it should also satisfy the need of business by making sure every item gets a chance to be recommended. Yele showed that these 2 objectives can conflict with each other, and there is a trade-off between them. Fortunately, Yele was so good at resolving multiple possibly conflicting objectives during his journey of completing this master project. For example, he paid great attention to the interests of both the internship company and the university supervisors, so that these 2 interests were aligned so well. He was extremely organized and well planned. He always sent meeting agenda in advance. When things did not go as planned, he was able to quickly weigh the different objectives and recompute a new plan. I remember when I ruined his holiday plan by telling him to work more on his thesis and delay his graduation. Yele didn't show any hesitation, but just said he would try to his best to improve the thesis. I really appreciate his attitude.
I shouldn't forget to mention that I'm always impressed by his desire to become better. This quality made our meeting so productive and enjoyable. Moreover, this quality made him decide that in addition to working as a data scientist, he's studying multiple online courses to make himself more competent for his passion of data science. Jelle, you're such a pleasant person to work with. We wish you a very bright future. Don't forget to keep balancing different objectives in your life. Congratulations. So I'm very deeply honored to be here today to congratulate Michalis on achieving this great objective. Michalis, this is internship in Security Matters, that is the company I represent, and he worked on a very difficult project and he performed greatly, so good that he actually is graduating cum laude today, and I am very, very proud of being his supervisor, also given the great achievement he made. During his project, as we can see from the picture, Michalis worked on smart buildings. He actually working on making smart buildings more secure, and he did a lot of things to manage to achieve his goal. He actually was working to create a lab where he could reproduce the environment of a smart building. He could perform cyber attacks, so he was also working as a bad guy. And he also came up with brilliant ideas on how to secure and detect these attacks to smart buildings. He also wrote an excellent thesis, and we were so happy with the work that he carried out that we offered him a job before he could finish his project. So I'm very proud from the fact that he passed from being one of my students to be one of my colleagues. Actually, we are even fighting within which business unit should keep him, but I'm losing there. During the time I spent with him, I actually had the time to discover not only how good he is as an engineer and as a professional, but also as a human being. Michalis is a very noble person. He's also very humble, sometimes too much. What I tell him is like, you are very good at doing things, you should just also believe it. And one day I want to tell a story of one of the characteristics of how Michalis doesn't give up. The project was long and it was also difficult at times. He had to build a lab and we couldn't find the device on the website and we were looking for it. So we had the brilliant idea to go the extra mile. Literally we went the extra 5 or 10 kilometers to arrive to a warehouse where we could find this device and he could continue with his job. But we were unlucky, we couldn't find anything. But rather than give up, Michalis kept staying in the lab with wires and cables, and at the end he managed to achieve very brilliant objectives. I am, once again, very happy and very proud of what you have done, and I wish you the best of luck for your future career. Congratulations, Yasdeer, with a well-deserved diploma. So you've done your final project at Brightsight. And Brightsight is a company that evaluates the security of smart cards, among other things. The goal is to see if smart cards withstand practically all known attacks. And your task was to experiment with the recently published horizontal attacks on smart cards for RSA signatures. And these cards use exponent blinding, and therefore the standard vertical attacks do not apply. In principle, the details of the attack were in the paper, but there was still a lot of work to do, so to decrypt everything from the paper. You took on this challenge, and you managed to build your own understanding of the attack and a basic implementation as well. Well, in getting this far, you have clearly shown what your strengths are. You have approached the problem in a systematic way, with a certain calmness, I would say, never panicking, at least you didn't show.
but working very hard and determined. And that way you tackled all of the sub-problems one by one to do the successful attack. And for me, this made it nice to work with you. I think this is quite remarkable, given that you're not very familiar with the kind of mathematics involved. When writing the thesis, it became clear that you don't use the mathematical formulas so much as a tool. In a way, the formulas often seem to be more of a burden than of a help. So it was difficult to get them all right, but in the end, you managed, and I think you also learned a lot from this. Now, before this project, you also did an internship at Brightside on a very different topic. So with a successful internship and a graduation project under your belt, it was an easy choice for Brightside to hire you as a new employee. So I wish you a lot of fun in your new job, and I'd like to congratulate you once more for you and your family and friends. Dear Guido, it is my pleasure to celebrate your graduation with you. You did the work on a timely and extremely challenging problem in databases, a complete implementation of a real graph database. It is an extremely challenging task. As we all know, a database is a very complex piece of software. It involves many pieces which interact with each other, a data store, an index, a library of query evaluation algorithms, a cardinality estimation, a query planner, and finally a query optimizer. So many things to think about. In a multinational collaboration between TUE and University of Birkbeck, UK, you produced a novel graph database which you built from ground up. It's a very challenging topic, and this took persistence, creativity, and of course some luck to get there. A great achievement on your part, for which we're very proud of you. In addition to being an excellent researcher and a colleague, you're also very well-rounded as a person. You're a researcher, as we all very know right now, an engineer, you bring things to life, you're an entrepreneur, we all know that you've developed your own tracking system for tracking progress of rowing teams, and you're an athlete as well, a truly super student. If you would like to continue your work, for example, publish a paper on this topic, your superpowers are always welcome here in Eindhoven. We wish you the best in your next steps in personal and career development. Please keep in touch, and thank you for this great, fruitful, and fun collaboration. Congratulations. It's my pleasure to be here today and congratulate you on your well-deserved master's. When we started this project, you came to me and said, I'm interested in cryptography and I want to go beyond what we're doing in the normal cryptography. And I said, well, we're currently working on projects that are defining the cryptography for the next 100 years, so quite some future-looking work. And you weren't afraid by that comment. And then we started looking into projects, and Kai Chun's ability to do efficient implementations, both on CPUs and GPUs, so graphics processing units, are always a very welcome effect in trying to break systems. And so we started on a project there, and then a few months in, somebody published a paper which had a new algorithm. It wasn't well described, there was no software, but it seemed very, very interesting. And so we changed the topic a little bit, which also meant that you took a bit longer, but all blame on me. And we also got some more people involved. So then Kai Chun went to Fraunhofer in Darmstadt and did an internship there during his master's project. So during this time, he worked with my former PhD student, Ruben Niederhagen, and then finally also started working with a colleague of mine, Academia Sinica in Taipei, Bo-Yin Yang. And Kai Chun's thesis and the work with Ruben and Bo-Yin is now under submission to a conference, and I've gotten some very positive signs that people like it. So I'm curious about what you're going to do next, because I think you have everything it takes to be a researcher. You have the power to grab onto an idea and really go into depth on it, and you have the endurance to also do long projects, not give up, not say, hey, it's good enough for a thesis, I'll stop here, but really
go to the end, make it something that is publishable. So congratulations and best of luck for the future. Hi. Dear Jeroen, congratulations on your graduation. It was a pleasure to work with you. You always brought a positive attitude to the work, also to the meetings. You were supportive to your colleagues, contributing to discussions, proposing solutions, and you were a very important part of the group meetings, and we already miss you. Your friendly and outgoing personality was evident during the defense. It was quite a popular defense. The most visited master defense that I've been at. There was no more seats in Metaforum 4, and there were even people over conference call joining from the United States to be present there. Beyond your contributions to the group and your the pleasant interactions we had, you also worked hard on challenging problems and produced impressive results. You worked on a real life problem, modeling daily activities of people. Working in such problems with data, with such data inevitably leads to significant challenges ranging from collecting the data and processing engineering solutions and scientific contributions that went beyond what is easily adapted from somebody else. So you show that you can face these challenges well and deliver solutions that are well designed, innovative, and instrumental in addressing them. So I'm proud that I had the chance to be part of your project, and I can just say that your contributions really helped shape how we work in the group and in the future. So thank you, Jeroen, and much success. Beste Perrine. Nou, proficiat met het behalen van je diploma. Je kunt er trots op zijn. Ik heb jou leren kennen toen je op zoek was naar een stage in het buitenland. En ik heb wat contact opgenomen. En uiteindelijk ben je 3 maanden bij NASA Langley gebleven. En je deed daar uitstekend werk. En toen jij kwam bij me langs voor een masterproject, was ik heel blij. Ik had hoge verwachtingen. Natuurlijk, maar je leverde meer dan ik had gehoopt. Je onderzoek ging over het leven en dood van rings. En je hoeft daarvoor geen lood te zijn. En het is natuurlijk spannender dan vechten tegen monsters in Mordor. Een schuifpuzzel heeft altijd een vrije plek. Ze kennen dat spelletje en je moet T-rolls bewegen, het is altijd een vrije plek. En voor ringnetwerk is hetzelfde. Als je alles wil garanderen dat het kan bewegen, dan moet je altijd een vrije plek hebben. Natuurlijk is het iets ingewikkelder dan dit. T-rolls hebben verschillende kleuren, of je kunt verschillende plaatjes op 1 velden draaien. En je hebt verschillende velden aan T-rolls die kunnen springen van een naar de ander. Maar je onderzoek ging daarvoor, en daar heb je veel goede werk gedaan. Je onderzoeksresultaten bevatten een precieze definitie van wat is een ring überhaupt. Wanneer zo'n ring leven of dood is. En algoritme om rings op te sporen en te analyseren. En ook naar de toepassing van je algoritme op 2 grote realistische netwerken. Het compleet pakket. Het is bijzonder dat je zoveel kon bereiken in slechts 1,5 jaar. Nu hebben we bovendien een paper ingediend en we wachten nog voor de uitslag, maar het wordt onder twijfel een bekroning van je werk. Het was heel makkelijk met jou te werken. Je kwam binnen, ik heb dit gedaan, dat deel weet ik nog niet, maar dat komt weer goed. En anderen, dat heb ik geen idee aan. We gingen gewoon samenwerken. En altijd was je creatief genoeg om met een oplossing te komen. Ik vond het heel prettig en interessant om met jou te werken. Ik ben dankbaar om je te hebben mogen begeleiden. Ik wens je heel veel succes in je carrière. En ik ben heel benieuwd naar.
Ingenieur Kranen, beste Mark, gelukkig dat wij zelf nog weten waar jouw werk over ging, want de titel is hier een beetje de mist ingegaan. Allereerst jouw diploma en felicitaties. Ja, dan heb je ook iets om in de handen te houden, daarom geven we dat diploma eerst. Een heel aantal jaar geleden hadden we een Europees project aangevraagd, gehonoreerd gekregen en uitgevoerd. Dat heette Grapple. Dat ging over e-learning en over personalisatie daarin. En dat noemen we met een mooi geleerd woord adaptiviteit. In dat project hebben wij, David Smits bij ons, heeft een adaptieve engine, de learning environment zelf gemaakt. En Giunti Labs in Italië en de University of Warwick hebben samen een authoring tool gemaakt. Dus een tool waarmee je die adaptiviteit als auteur kunt definiëren. En dat tool dat vonden we eigenlijk maar niks. We dachten van, als we dat in Eindhoven doen, dan kunnen wij dat beter. Ja. Dat hebben we dan ook gedaan met een eerdere afstudeerder dan jij. Dus, en we waren aan het eind al wel een stuk opgeschoten, want we hebben dat toen gedaan in samenwerking met een bedrijf uit Eindhoven dat onderwijstoepassingen maakt. Daar hebben we flink wat uit geleerd. Maar over het tool zelf waren we nog niet helemaal tevreden. En dus in een seminar presenteerden wij een opdracht van derde keer, goede keer. Wie gaat een authoring tool maken voor die onderwijstoepassingen? En ik dacht van ja, na twee keer, niemand gaat het nog een derde keer willen doen. Maar toen kwam jij en zei van ja, ik ga ook voor een double degree. Ik ben docent informatica aan het worden in het middelbaar onderwijs. En nou, dat was een soort godsgeschenk, want eindelijk iemand die verstand heeft van onderwijs, ja, die aan dat tool gaat werken. En dus daar waren we heel erg blij mee. En jij was heel erg blij dat we onze bijna wekelijkse besprekingen allemaal in het Nederlands konden doen. Ook al is het Nederlands van zowel Natasja Stasch als van mezelf niet helemaal standaard Nederlands. Het was toch enigszins te begrijpen. Nou, er is nu eindelijk een mooi tool uitgekomen. Dankzij ook jouw initiatief om te zeggen, ja, als dat vorige tool niet goed is, dan wil ik toch eerst eens zien wat er mee mis is. Dan heb je dus familie en vrienden dat allemaal laten uitproberen om te weten wat er beter moest. En dus we hebben er vertrouwen in dat het tool dat jij hebt gemaakt, ja, waar nog mogelijke verbeteringen voor zijn, ja, dat wel als basis kan dienen voor verdere uitbreidingen en dat we niet nog een vierde keer van scratch opnieuw gaan beginnen. Dus daarvoor hartelijk dank. We zijn heel blij met jouw resultaat. En ik hoop dat jij ook blij bent dat je hebt kunnen afstuderen aan een onderwijsgerelateerde toepassing. En ik wens jou in het onderwijs ook heel veel succes. Nou, het protocol schrijft voor dat we nu een mystery gift moeten geven. Dat hebben de vorige sprekers niet gedaan, want wij hebben dat. Om een of andere reden is dat niet hier gekomen. Maar ik neem aan dat dat nog wel goed komt en dat alle afgestudeerden, net als jij, nog een geschenk van de faculteit krijgen. Gefeliciteerd. Beste Filip, beste ouders, familie en mede-verheugden. Toen jij je bij ons meldde voor een alternatieve afrekening van het vak Program Verification Techniques, leek dat ons, dat zijn mededocent en medebegeleider Ruurt Kuiper en mij, een prima idee. We kenden je van je werk voor het seminarium, waar je een implementatie van veelboxen, niet te verwarren met mailboxen, had gemaakt en daarmee duidelijk had bijgedragen aan onze inzichten op dat terrein. En nu ging het om iets anders. Een tool voor verificatie van parallele programma's. Verificatie, dames en heren, is het bewijzen met wiskundige zekerheid dat een computerprogramma doet wat het belooft. Dat is al moeilijk genoeg en wordt veel te weinig gedaan in de praktijk. Maar voor parallele programma's is het nog lastiger en belangrijker. Bij een parallel programma moet u zich een restaurantkeuken voorstellen op spitsuur.
10 koks lopen door elkaar in één keuken. Ze zijn met verschillende gerechten bezig, maar delen wel ovens, mixers, koelers, gereedschap, etc. Dat goed laten verlopen zonder dat men elkaars pap bederft, is geen sinecure. En op het gevoel doen, dat werkt niet. Koks moeten getraind worden en bij software willen bewijzen dat het werkt. En dat er inderdaad altijd minestronensoep en biefstuk op een bedje van vergeten groente uitkomt en niet iets anders. Het idee was dat jij een bestaande krachtige verificatietool, Daphne, zou uitbreiden. Dat was een uitdaging, want bij de bouwer van de tool, Rustin Lino, was dat al eerder geprobeerd en niet gelukt. Maar jij ging niet alles in één keer oplossen, maar beperkte het probleem en dat was een betere aanpak. En je bleek er ook een goed gevoel voor te hebben om niet alles tegelijk te doen, maar zorgen dat het steeds uitvoerbaar blijft wat je maakt, maar wel de essentie pakkend. Je moest dan achter de mooie façade van het programma Daphne duiken, begrijpen hoe dat werkte en hoe je het kon uitbouwen zonder dat het kapot ging. Ik heb bewondering voor de energie en de monterheid die je daarbij aan de dag legde. Zoiets gaat niet van een leien dakje. Soms kwam uit onze besprekingen dat we toch een stukje van Daphne of van de theorie niet goed begrepen hadden en dat het weer anders moest. Maar je liet je niet uit het veld slaan, vertrok ogenschijnlijk net zo monter als je gekomen was en bij de volgende bespreking werkte het weer volgens de nieuwe inzichten. Het enige wat er dan aan je te zien was, was misschien dat je baard een beetje langer geworden was. Uiteindelijk heb je de gestelde doelen, inclusief soundness, voor de liefhebbers, bereikt en een computerondersteund bewijssysteem voor de Owiki Gries-methode gemaakt. Een eerste versie hebben we vorig jaar al bij het onderwijs van dat ene vak waar het allemaal mee begon, gebruikt en met goede resultaten. Je hebt met je leervermogen en frisse doorzettingsvermogen laten zien dat je echte ingenieurskwaliteiten hebt. Ik hoop en verwacht, Philippe, daarom dat je met dit papiertje een mooie toekomst tegemoet gaat. Wel edel gestrenge heer Ilinciano. Sorry, I like that Dutch title too much not to use it. Dear Claudio. In March, Rudolf Mack came to me whether I was willing to take over a master's student of his. And I, of course, said yes, and I found you. And you were at that point already, well, you already started your preparation phase. We were at the end of the preparation phase, and you were actually struggling with what the exact topic of your master's thesis was going to be, how you were actually going to address that problem. And it turned out you worked at a company that I, at that point, didn't know. It's called Omron, and for the people in the audience who also don't know Omron, Omron is a company that manufactures devices that are used in factories for measurement. And they do that in Den Bosch. Well, it's actually a Japanese company, and I was kind of surprised that, well, in my mind's eye, Japan is famous for producing all kinds of electronics, but they actually have devices designed and produced in the Netherlands because we're apparently very good at giving high quality. Now, that was not the problem that Omron was facing. The problem that Omron is facing is what we call in academia Industry 4.0, meaning that everything in a factory is going to be connected to everything, basically. And you want that connection to be easy to set up. It should be plug and play, as Bill Gates would say. But in industry, there are serious people, so they don't say plug and play, they say plug and produce. And it turns out to be also a bit more difficult than putting your mouse into your computer and hoping that it works automatically. These connections have a bit more requirements. And, well, Omron asked Claudio to look into that problem of plug and play, plug and produce, and to see if he could set up protocols that would help in automating and making a step towards Industry 4.0.
Well, that's where we came in, and that's where we started discussing what a good assignment would be. And the problem with this is that, on the one hand, you want to make a solution that works for as many different kinds of factories as possible, also for existing factories, not only for new factories that are built like Industry 4.0, but the ones that are already there. So it has to be very general and generic. And on the other hand, you want to show that your ideas actually work, so you have to do some low-level implementation. And the balance between those two is what you want to balance your master's assignment on, because you have to show as an engineer that you're good at both, that you're good at abstracting, working at a high level of abstraction, but also that you know the current state of the art in technology and that you can work with that. And we were trying to find what a good solution for you would be, what a good assignment for you would be. And in the end, I think we found something. We also found out that, well, maybe this was not the assignment that you would have done if you had known what kind of direction this would have gone from the beginning, because, well, the match between your expertise that you build up during your courses here did not exactly match what you needed at Omron, but you also showed the flexibility to still get to a good result even though you were not, very exactly prepared for this thing. So I think you've shown yourself to be a very flexible engineer. You've shown yourself to be loyal to the course that you've taken up, hardworking, always, and always very polite, which I very much appreciate. I would like to thank Sibrand Klein of Omron, who actually took care of the supervision of you over there. And I also sent you the congratulations of Rudolf Mack, who cannot be here today, but basically that's it. I've heard that the mystery gift is really a mystery, so congratulations again. That Vinit cannot be here today, so we move to the next speaker. Beste Olaf, zo'n anderhalf jaar geleden ontving ik een e-mail waaruit bleek dat je een interne stage in onze groep wilde doen. Helaas, na een korte speurtocht door onze opleidingsgids bleek dat dit gewoon niet meer kon. Deze mogelijkheid was namelijk verdampt in een van onze curriculumwijzigingen, dus helaas. We zijn samen op zoek gegaan naar een alternatief voor zo'n stage en uiteindelijk uitgekomen bij de R&D-afdeling van OC. Dat is een fabrikant van digitale en industriële printers. Daar heb je uiteindelijk zo'n 3 maanden noest gewerkt aan het formaliseren en analyseren van een door OC ontwikkelde taal, genaamd OIL. Het viel mij en je bedrijfsbegeleider destijds op dat je er plezier in had. Je wist in zo'n korte tijd veel meer te bereiken dan we oorspronkelijk überhaupt voor mogelijk hadden gehouden. Sterker nog, je wist de mensen bij OC dermate te imponeren dat ze je graag op de een of andere manier wilden houden. Nou ja, je moest echter nog eerst even afstuderen. En dat afstuderen, dat wilde je graag doen op een wat theoretischer onderwerp. Nou ja, dat theoretische onderwerp, dat hebben we wel gevonden. Zoals misschien uit de titel van je afstudeerwerk valt op te maken. Dat is de titel die je hierachter ziet. Dat is namelijk Quantitative Model Checking on Probabilistic Systems Using PL Mu. En dan volgen er een paar tekens die we nooit echt uitspraken, maar soms als kerel, pluzzel. Goed, waar ging dat over? Tijdens je afstuderen heb je eigenlijk bestudeerd hoe je met een kwantitatieve branching mu-calculus, dat is een logica, kunt rekenen aan en redeneren over systemen die beschreven kunnen worden met zowel non-determinisme als kansen. Een formule uit zo'n logica, dat geeft niet alleen een antwoord ja, als een eigenschap geldt voor een systeem. Het geeft ook niet een nee op het moment dat die eigenschap gewoon niet geldt voor het systeem. Maar het geeft gewoon een getal dat aangeeft hoe erg die eigenschap waar is voor dat systeem. Een kans.
Je hebt onder andere een algoritme verzonnen, dat heb je correct bewezen, je hebt dat geïmplementeerd, dat dergelijke getallen exact op kan hoesten, als je er een formule in stopt en je stopt er een systeem in. Nou, daarmee heb je de deur geopend voor het ontwikkelen van geavanceerde hulpmiddelen voor het uitvoeren van analyses van het gedrag van complexe softwaresystemen, waarin ook kansen een rol spelen. Nou, tijdens je stage en je afstuderen gaf je aan dat je graag verder zou willen in de wetenschap. Je was dan ook enigszins teleurgesteld, en jij niet alleen, toen een onderzoeksvoorstel dat ik samen met OC had geschreven en ingediend in een nationale subsidieronde en dat bovendien naadloos aan zou sluiten bij de werkzaamheden die je bij OC had verricht tijdens je stage, net buiten de boot viel in die ronde. Het mooie is echter dat men bij OC het er niet bij heeft laten zitten en zelf is gaan werken aan het creëren van een promotieplek voor jou. Dat hebben we denk ik niet alleen te danken aan dat interessante onderzoeksvoorstel, maar ook in grote mate aan de inzet die jij getoond hebt tijdens je stage. Daarmee betekent het dus dat ik vandaag geen afscheid van je neem, maar ik je hooguit een heel fijne vakantie toewens en ik hoop dat ik je volgend jaar gewoon weer verder kan begeleiden in je nieuwe positie. Beste Olaf, rest mij er dus verder niets meer dan jou en je naasten nogmaals te feliciteren met het behalen van je diploma. In het bijzonder wil ik even benadrukken en feliciteren met de waardering die toegekend is aan dat diploma. Dat is namelijk dat je cum laude bent afgestudeerd. Nou, dat is een extra applaus waard. Dear Alessandro, first of all, I would like to congratulate you with this magnificent achievement, obtaining the degree of Master in Industrial and Applied Mathematics from this university with the predicate cum laude. I also want to congratulate you with the other master degree that you have obtained more or less simultaneously, namely that of Mathematical Engineering from the Politecnico di Torino. You did your master project with the title Buckling of Injection Molded Plates at the Material Science Center of DSM in Geleen under supervision of myself, Dr. Fons van de Ven and Dr. Lucien Douven. And I want to thank them for their contributions and their efforts. In Geleen, you spent 9 months working on the mathematical description of buckling, say significant deformation, of plastic parts that occurs when these parts are cooled down outside the mold after being molded. As such parts tend to be reinforced with fillers to improve their stiffness and strength, and tend to have a plate-like geometry, you consider the buckling of a disc that due to this reinforcement has anisotropic mechanical and thermal properties. Mathematically, it came down to studying bifurcations of a particular solution of an anisotropic thermoelastic generalization of the Fippel-von-Karman equations known from the theory of geometric nonlinear elasticity. This difficult problem you tackled successfully with both analytical and numerical methods, and you obtained a lot of nice results in your master project. In these last 9 months, I have come to know you as a very talented young man. Talented not only in applied mathematics, where you showed originality, precision, critical attitude and rigor, but also talented in collaborating with other people, in working hard, in taking initiative, and being very reliable. Above all, you are a very nice person, and it is therefore a great pleasure for me not only that we will become, in a sense, colleagues, as you will start working at DSM's Material Science Center in Geleen from the 2nd of January onwards, but also that you have expressed the wish to work on a PhD thesis with me, that you will be defending here in Eindhoven in due course. Alessandro, I want to congratulate you once more with this degree, and also your family, and I wish you all success in your further career. Ingenieur Landa, beste Jasper. Ruim een jaar geleden, iets meer dan dat, in eind 2016,
nam jij contact met mij op, want jij had zelf gesolliciteerd bij ASML, een van de grootste high-tech bedrijven hier in de regio Eindhoven. En jij wilde daar een project gaan doen, zij wilden jou graag hebben, maar jij zocht een begeleider vanaf de universiteit. En in ons eerste gesprek zei ik tegen jou van, nou, dat is heel leuk, ik vind het ook heel interessant, maar ik heb net een sabbatical geregeld en ik ben volgend jaar 3 maanden in Tokio, precies als jij bij ASML zit. En nou, jij ging even verder kijken, maar klopte toch later weer aan en zei van, nou, ik wil toch wel heel graag jou als begeleider hebben en dat komt wel goed. Dat was ook zo. De begeleiding, dat was ook bij ASML een beetje ingewikkeld, in de zin dat daar verschrikkelijk veel mensen werken en ook mensen doorstromen naar andere banen. Dus jij hebt als begeleiders in eerste instantie Rohit Gupta gehad. Hij vertrok en dat werd overgenomen door Pavel Jankura. En daarna, hij ging ook ergens anders werken, ging je met Xu Hongli als begeleider verder. Maar het pleit voor je dat je je daardoor niet uit het veld hebt laten slaan, gewoon je eigen koers hebt getrokken. En ASML had het probleem dat ze daar machines bouwen die bedrijven als Intel gebruiken, grote machines om chips mee te fabriceren. Ze maken zelf geen chips, maar de machines die chips produceren. En er is voortdurend onderzoek gaande hoe die chips kleiner, kleiner, beter, beter, sneller, sneller kunnen worden. En dan lossen ze als deel daarvan, parallel, Kees Huizing had het er al over, op hun computersystemen grote lineaire stelsels op. En daar heb jij naar gekeken. Je had direct al idee hoe dat zou kunnen, hoe die matrices die ze daar hebben, die enorme afmetingen hebben, efficiënt opgeslagen zouden kunnen worden. Zodat ze snel uit het geheugen gehaald kunnen worden. En ook in de cache van de processoren kunnen blijven om snelle rekentijden te hebben. Daar had je een idee voor, dat heb je vervolgens geïmplementeerd en mooie resultaten mee bereikt, dus dat was erg goed. Je bent ook de eerste afstudeerder met wie ik via Twitter gecommuniceerd heb, dat was een novum. En op een gegeven moment hebben wij ook een soort van MATLAB-challenge gedaan, je programmeerde daar veel in MATLAB. En de uitdaging was om een soort van cryptische omschrijving te doen met daarin verstopt een MATLAB-commando. En daar hebben wij wat heen en weer uitgewisseld terwijl ik in Japan zat en jij hier in Veldhoven bij ASML. Het beviel jou best bij ASML. Je vertelde dat je de kantoorhumor daar ook wel erg leuk vond. Je had ook een beetje vooruitkijkend op de toekomst. Al ideeën waar dat eerste salaris als je aan de slag gaat naartoe gaat. Mijn iPad vond je erg mooi. Maar een autootje om helemaal naar Zeeland te gaan, dat leek je ook wel wat. Wat me opviel in de loop van de tijd daar, wat ik heel erg knap vind dat je gedaan hebt, is dat je handig bent geworden in ook de bedrijfscultuur binnen ASML. Hoe ga je daarmee om? Er zijn verschillende afdelingen die in principe samenwerken, maar misschien gaat dat niet altijd even soepel. En een van de dingen bijvoorbeeld is, jouw verslag moest goedgekeurd worden zodat dat openbaar zou kunnen worden of juist niet openbaar. En jij wist handig uit te vissen met wie je van tevoren kon spreken. En in een recordtijd heb jij het voor elkaar gekregen dat het verslag openbaar was. Dus dat is erg mooi. Ik denk dat jij het in je verdere carrière wel goed zult redden met dit soort kwaliteiten. En ik wens je daar veel succes bij. Gefeliciteerd. Next, I want to give the word to Laura Kunze. She is the chair of our study association, GEWIS. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, students, family members, friends, and all other attendees, let me start with introducing myself. I am Laura Kunze, and I'm the chairman of GEWIS, the Study Association for Mathematics and Computer Science. Today is a special day. Today you all receive your master's degree. 80 years ago, today was also a special day. On December 21, in 1937, the first animated film from feature length came out. I suppose you all can guess which movie it was. It is a movie made by Walt Disney. Walt Disney was the first one completely using hand-drawn animation, so you could imagine how much effort it took. Walt Disney did not get much support during the production of his movie. His brother and his wife did not believe in the success of it, and the film industries in Hollywood were also skeptic about the plan. He barely got any financial support, so he had to take a mortgage on his house to find the finance for the movie. Still, he worked hard, and he did not give up. In the end, he was right, and he got what he earned.
The movie was a great success. A lot of other movies followed, and even now, 80 years later, we still know and watch his first movie, Snow White and the Seven Dwarfs. The first animated film from Walt Disney was a first step to his success. He worked very hard to receive his goal, and by not giving up, he reached it. Like Walt Disney, you today have made a first step to the rest of your lives. Today you have received your master's degree, and who knows what someone will telling here in 80 years about one of you. Concluding, a great achievement for all of you. Something not only you can be proud of, but also your family and friends, and also me. In name of Gewis, we are very proud of you. For many of you, Gewis has been a sort of second home. And I hope that this will remain this way for the rest of your lives. After this, I would like to pay some special attention to former board members of Gewis, and therefore I'll switch to Dutch for a moment. Jeroen van de Ven, kun je even hier komen? Jeroen heeft heel veel bijgedragen aan onze vereniging. Hij zat in vele commissies, variërend van onze activiteitencommissie tot de verschillende kascontrolecommissies. En in het studiejaar 2011-2012 werd hij de penningmeester van het 30e bestuur van Gewis. Ik vroeg aan een van zijn bestuursgenoten hoe hij was en wat hem nou typeerde. En hij vertelde me het volgende verhaal. Jeroen kwam binnen op onze universiteit met een hele lange paardenstaart op een snorfiets, waarop hij iedere dag op en neer naar huis ging, naar zijn ouderlijk huis. Maar toen hij bestuur ging doen, besloot hij dat hij wellicht iets aan zijn imago moest gaan doen. En hij wilde dit ook meteen met de hele wereld delen, dus hij maakte hier een Facebook-event van. En zo gebeurde het dat de lange staart werd vervangen door dit mooie, korte, nette kapsel. En Jeroen op die manier weer onze ruimte binnenkwam. Jeroen is impulsief en creatief. En deze combinatie van eigenschappen heeft zijn vrienden en onze vereniging vele prachtige en memorabele situaties opgeleverd. Een ander leuk feitje. Volgens de statistieken van ons afstreepsysteem streept Jeroen per keer gemiddeld voor 1,40 af, wat gelijk staat aan een cola en een zak chips, maar wat ook keurig voldoet aan het motto 1 bier is geen bier. Jeroen, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Dan, Jasper Landa, kun je ook even hier komen? Ook Jasper Landa heeft heel veel bijgedragen aan onze vereniging. Voorbeelden hiervan zijn dat hij deelnam in de jaarboekcommissie. Hij was secretaris van de Supremum, dat is ons verenigingsblad. En hij zat lang in Geflitst, de commissie die foto's maakt van alle evenementen die wij als Gewis neerzetten. In het studiejaar 2013-2014 was Jasper de voorzitter van het 32e bestuur van studievereniging Gewis. En wat Jasper eigenlijk typeert, hij is een van die Gewisleden die met allerlei leden uit alle jaren omgaat en graag een praatje met ze maakt. Hij staat bekend onder de naam Landa. Er zijn dan ook best wel wat leden die misschien niet eens weten dat hij eigenlijk Jasper heet. En mij vertelt hij nog regelmatig dat ik een van zijn favoriete sjaarzen was of ben. Ik weet niet of dat nog steeds een compliment is. Maar ik ben zeker wel trots dat ik hier nu als een van jouw opvolgers mag staan. Over jou ook een leuk feitje. In de tijd dat jij hier studeerde en lid was bij Gewis, heb jij afgestreept bij ons afstreepsysteem voor een bedrag gelijk aan ietsje meer dan 3000 blikjes cola. Jasper, jij ook ontzettend bedankt voor je bijdrage. Ladies and gentlemen, the only thing left for me to say is to congratulate all the people sitting here again with this wonderful achievement. That this may only be a flight for the rest of your lives and that you can reach any place you want. Thank you very much. Gentlemen, Master of Science, I don't see a lady today. With reference to the words of the previous speakers and on behalf of the Departments of Mathematics and Computer Science, Industrial Engineering and Innovation Science, and Electrical Engineering, I would like to congratulate you and your families on your degree. I wish you every success and good fortune in your future careers. Carrying a scientific degree comes with duties as well as rights, and it's also my duty to point you to this. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity.
trustworthiness, intellectual honesty, openness and independence. These standards are described in more details in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code derived from that. You have also duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise. And you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated. You are committed to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. The university likes to stay in contact with its graduates, and that's why we ask you to register in AlumniNet and become a member of one of our alumni associations. More detailed information about this membership can be found in the letter. It's enclosed in the leaflet that you have. Ladies and gentlemen, outside this room, you will have the chance to congratulate the Masters of Science in person. But we close this session with a certain protocol. The Beagle will lead us, will lead the candidates here in front of a row, and then the committee will walk along the candidates and, well, shake their hands, and then we will have a photo moment outside that door. We ask you to leave on that side. You will have drinks there, and we will join you in a few minutes. Thank you for coming all, and with this I close this meeting.